Hallo lieve mensen, vandaag maken we varkensvlees in tomatensaus. Het is een groot stuk vlees, dat doe ik in stukken snijden en dan aanbakken en in tomatensaus laten sudderen. Zijn jullie geïnteresseerd? Kijk jullie erin. Lieve mensen in mijn Italiaanse, Zwitserse en internationale keuken. Vandaag maken we dus ons varkensvlees, een groot stuk vlees in tomatensaus. Ik snij het in stukjes, goed aanbraden en dan laten sudderen in de saus tot het vlees zo mals is dat het bijna uit elkaar valt. En ik beloof jullie, het smaakt heerlijk. Oké, doei allemaal, namaken, doei! We gebruiken tomatenpuree, 2 eetlepels, 1 grote ui, 2 tot 3 knoflooktintjes. Dan hebben we nodig een groot stuk vlees. Dat is varkensvlees van de hals. Jullie zien, die is een beetje vet, maar vet maakt vrolijk. Hè? Of vet maakt dus smaak, dat is belangrijk. En ik heb dat genomen, want het is een heel goed stuk vlees geweest van de slager. Dan olijfolie. Jullie weten, ik doe altijd de bodem van de pan bedekken met olijfolie. Dan 2 laurierbladen. 2 theelepels zout. 1 tot 2 theelepels rozemarijn. 1 theelepel paprikapoeier, zoet. 1 theelepel Spaanse peper. En 1 theelepel zwarte peper. Dan 1,5 liter tomatensaus. Basilicum, naar smaak als jullie dat willen. En peterselieblad. Dat heb ik ook erin gedaan. Wanneer jullie een van die kruiden niet lussen, laten jullie het weg of doen jullie iets anders erin. Eerst moest ik dat vlees snijden. Mijn handen zijn niet zo sterk. En het mes is heel goed, maar mijn handen deugen niks. Dus had ik best moeite om dat vlees te snijden. Maar ik heb ook grote stukken gesneden. Ik lust dat. Ik vind grote stukken lekkerder. En misschien denken jullie ook, waarom kook ik zoveel voor 2 personen? Nou, ik doe het grootste deel invriezen, in porties. En als ik eens geen zin of geen tijd heb, of ik voel me niet goed, kan ik gewoon zo een portie eruit halen en ontdooien en warm maken. En dan heb ik meteen iets te eten voor mijn man of voor ons. Dus toen jullie de vlees in de olie erin gooien en goed aanbakken, want hoe meer jullie dat aanbakken, natuurlijk niet zwart laten worden, hoe meer smaak dat geeft. Tomatenpuree ook erin doen, ook laten aanbakken. Dat geeft alles smaak. De ui en de knoflooktintjes ook erin. En ook daar, wanneer jullie iets niet lussen, dan hoeven jullie het niet te gebruiken. Zo, en dan heb ik rozemarijn erin gedaan, want ik ben dol op rozemarijn. Maar jullie kunnen dat ook weglaten en oregano erin doen. Hè? Als jullie rozemarijn niet lussen, kunnen jullie andere kruiden in doen. Een paprikapoeder, dat theelepeltje. Dan theelepel zwarte peper. 2 theelepels zout. Halve theelepel Spaanse peper. En ook hier, hè, dan moeten jullie aan het einde moeten jullie dat zelf uitkienen en uitzoeken wat jullie lusten. Of het te weinig zout is, te veel zout. Als het te veel niet, te veel kan het niet zijn. Te weinig zout is of te weinig peper in zit of zo. Daar heb ik ook nog zo 1 tot 1,5 deciliter milliliter water bijgevoegd. Dan het vlees moet bedekt zijn met tomatensaus. En moet de kans hebben om ook saus op te zuigen. En dat gehele moet nu 1 tot 1,5 uur, misschien ook 2 uur koken. Het komt erop aan hoe mals of hoe taai jullie vlees is. Ik heb 1 uur nodig gehad, na de hand was het vlees gaar. En dan heb ik de basilicum gewassen, een handjevol. Een beetje gesneden. En dat doe ik echt zo 5 minuten voor ik de pan uitzet, doe ik de verse kruiden erin. Hè? Gaat de basilicum erin. En dan de peterselieblad. Haal ik ook gelijk eraf. Dan doe ik eerst nog een beetje wassen.
ik dat gat in de pan. Dus gewoon 5 minuten op kleinste vuur laten sudderen, dan uitzetten en in de tussentijd gewoon de pasta, de macaronis of wat jullie lussen erbij maken. Jullie kunnen ook aardappels erbij eten. Hè? Maar ik heb macaronis gemaakt, de penne, dat lustte mijn man. Dat was zijn eten die dag en hij vond het heerlijk. Hij is geen type die varkensvlees lust, maar dit vond hij heerlijk. Dus schrijven jullie mij toch als jullie daarna koken en hoe het is geworden. Veel plezier met het recept. Doei allemaal, doei!